Hi, mijn naam is Irina Hoffer. Mijn bedrijf heet Gebarenrijk en ik ben presentatiecoach. Nee, ik ben niet de perfecte presentator, maar ik kan jou wel leren beter te presenteren. En hoe doe ik dat? Ik let op 4 dingen. Dat is lichaamshouding, je mimiek, je stem en doeltreffende gebaren. Deze allemaal samen zorgen ervoor dat je je verhaal beter kan vertellen, zodat het goed overgedragen wordt op je publiek. Vandaar Gebarenrijk. De komende weken geef ik je graag een paar tips. En ik denk dat je ze eigenlijk wel weet, hè? Ik weet wel waar ik op moet letten. Maar het is goed om er weer even bewust van te zijn. En daar help ik je graag bij. Laten we beginnen met tip 1. En dat gaat over lichaamshouding. Wat ik heel vaak zie is dat mensen voor een presentatie bijvoorbeeld hun handen bij elkaar houden. Op een of andere manier in elkaar. Sommige mensen zie ik zo doen. Andere mensen die hebben het zo. Of op een andere manier. En ja, dat is eigenlijk een beetje dat je jezelf een beetje beschermt tegen wat er van buiten afkomt. Waarom niet gewoon los en ontspannen met je handen naar beneden in de basishouding? En op die manier kun je je handen alle ruimte geven om iets te doen, om iets te vertellen, om iets te laten zien. En dan weer terug naar een rustige basishouding waar je handen gewoon langs je lichaam hangen. Zo, dit was de tip. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Je mag hem delen, geen probleem. Juist heel erg leuk als je dat doet. En denk je in de toekomst misschien een keer van, oh, ik heb een presentatie, ik wil eigenlijk wel iets verbeteren in de manier van vertellen, de manier van presenteren. Aarzel niet, neem gewoon contact met me op. Dan kunnen we overleggen of ik iets voor je kan doen. Lijkt me hartstikke leuk. Hier is mijn e-mailadres en mijn website. En ik hoop tot ziens. Doei!